Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty.
nations rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will soar with you above the sky.
Het is zondag en we hebben net heerlijk samen naar Jezus gekeken door hem te aanbidden. Wat is het goed om dat samen te doen? En misschien schakel je er nu pas net in, maar je hebt de juiste keuze gemaakt. Want deze week wordt een bijzondere week en vooral omdat je hem goed gaat starten. Vandaag hebben we een bijzondere gastspreker in ons midden. Niemand minder dan Jeroa Hamau. Hij is voorganger van de 7-3 Generation Church in Epe. En hij heeft een groot verlangen en een passie om Jezus dicht bij mensen te brengen in alle culturen, in alle generaties. En daarom is zijn kerk ook Generation Church. We zijn dankbaar dat hij hier is vandaag om het woord met ons te gaan delen. Ik weet zeker dat je gecharmeerd gaat zijn van zijn passie, zijn plezier, zijn grote geloof in Jezus. En weet dan ook dat vandaag Jezus voor jou klaarstaat om heel specifiek jou te bemoedigen in jouw leven, voor de situatie waar jij mee te maken hebt. Wees gezegend met een prachtige week die voor je ligt en ga genieten van Gods woord. Goedemorgen Redemption Church Nederland. Dankjewel Pastor Joshua en Pastor Tara, Pastor Steven en Ellie. En natuurlijk de Global Family Redemption Church. Tof dat ik zo bij jullie kan zijn en het woord van God zo mag delen met jullie. Ik heb er zin in, dus ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Oké? Okay? Let's go! Mijn titel voor vandaag is Ik Wacht. Noteer het in je tablet, noteer het op papier, noteer het. De Bijbel zegt in Jesaja 8 vers 17, zegt het volgende. Ik stel mijn vertrouwen in de Heere, hoewel hij zich voor het volk van Jacob verborgen houdt. Ik heb mijn hoop op hem gevestigd. Ik heb mijn hoop op hem gevestigd. Een andere vertaling zegt, ik zal op God vertrouwen. Ik wacht op het moment dat de Heere ons te hulp komt, ook al verbergt hij zich nu. We leven in een tijd waarin er van alles gebeurt. Versoepelingen komen nu, vrijheden komen nu. Mensen proeven weer hetgeen wat ze eigenlijk gemist hebben. En ze denken weer van ja, vrijheid is daar weer. Versoepelingen komen daar. En tegelijkertijd lopen we wel te struggelen met Heer, waar bent u nou dan? Al die tijd dat we geloven in u en vertrouwen op u en u aanbidden en u geloven. Waar bent u nou? We hebben u niet zien bewegen. We hebben gebeden voor mensen die corona hadden. We hebben gebeden voor mensen die ziek waren. We hebben gebeden voor de eenzamen. We zijn naar naartoe gegaan. Maar Heer, waar bent u nou? Er is geen beweging. Waar bent u nou? Alsof God zich verborgen houdt voor ons, voor zijn volk hier op aarde. Waar bent u nou? Ik zal wachten. Jesaja zegt, ik zal wachten. Ik zal vertrouwen op de Heere. En ik wacht op een moment dat de Heer ons te hulp komt. Ook al verbergt hij zich nu. Ik heb bijvoorbeeld van mijn dochter. En alle credits gaan uit naar mijn dochter. En ik heb hier een kan met water en kreppapier erin gedaan. En weet u wat het leuke is? Ik heb het kreppapier heb ik erin gedaan. En ik weet dat het water zich zal gaan kleuren. Ik weet dat het water van kleur zal veranderen. Ik wacht, want ik verwacht dat het een andere kleur zal gaan worden. Snapt u me? Ik wacht, want ik verwacht dat het een andere kleur zal worden. Een paar weken geleden, op een vrijdagochtend, werd ik wakker. Met heel veel pijn in mijn grote teen. En ik dacht van, wat is dit dan? En ik keek naar mijn vrouw en ik zei tegen mijn vrouw, ik weet niet waar dit vandaan komt. Ik weet niet waarom het er nu is. Ik heb niks gedaan. Er is geen mug hier in de kamer. Er is geen wesp hier in de kamer dat mijn grote teen gestoken kon hebben. Dus ik kan aan het zoeken, maar niks aan de hand. En uiteindelijk ben ik gaan bellen met mijn dokter. En ik ben gaan bellen met de dokter en ik weet niet hoe snel het bij u gaat. Maar ik werd in de wacht gezet. Ik was nummer 6. Ik was nummer 6, uiteindelijk 5, 4, 3, 2, 1. En ik kreeg mijn dokter aan de lijn. Ik wacht, want ik verwacht mijn dokter aan de lijn. Ik weet van mijn vragen die ik heb zal geantwoord worden door mijn dokter. Maar ik moet wel even wachten. Maar ik verwacht wel dat ik mijn dokter aan de lijn zal krijgen. Uiteindelijk zei mijn dokter van Jeroa, ga maar naar de huisartsenpost. En daar moet je je melden bij de balie. En dan zul je verwezen worden naar de wachtkamer. En dan zul je opgeroepen worden. Dus ik naar Apeldoorn, naar de huisartsenpost. En ik me gemeld bij de balie. Ik kom daar bij de balie en ik zit daar in de wachtkamer. Te wachten op de oproep van mijn dokter. Ik wacht, maar ik verwacht mijn dokter. Hoort u me? Ik wacht, maar ik verwacht mijn dokter. Dus de Bijbel zegt eigenlijk van, oké, ik wacht op het moment dat de Heer ons te hulp komt, ook al verbergt hij zich nu.
Maar een andere vertaling zegt dan het volgende. Ik zal de Heere verwachten. Ik zal de Heere verwachten. Die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Dus ergens gaat wachten en verwachten, gaat dat samen. Of laat ik het zo zeggen. Ik wacht, want ik verwacht. Ik wacht, want ik verwacht. Ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Ik hoorde laatst een tekst waarin de persoon zegt van... Ik heb geproefd van uw goedheid en ik vertrouw op uw belofte. Ik heb geproefd van uw goedheid en ik vertrouw op uw belofte. En ik dacht ook echt zo van, ja inderdaad. Weet je waarom ik weet... Dat ik weet en dat ik weet dat ik mijn dokter aan de lijn krijg. Weet je waarom ik weet dat ik straks geholpen word daar bij de huisartsenpost? Is omdat ik ervaringen al heb gehad met mijn dokter. Want ik weet dat als ik daar ben, als ik daar bij die huisartsenpost kom, dan weet ik door ervaring dat ik geholpen zal worden. Ik weet dat. En tegelijkertijd zegt de tekst eigenlijk gewoon van, ik heb geproefd van uw goedheid en ik vertrouw op uw belofte. Dus door mijn ervaringen met de dokter had ik een verwachting in de wachtkamer. En dan klinkt dat zo mooi, hè, of niet? Een verwachting in de wachtkamer en je denkt van, yes, het komt helemaal goed. Ook naar mijn nieuwe ervaring die op me zit te wachten. Het gaat helemaal goed komen. En tegelijkertijd, een paar weken nadat ik me gemeld had bij de dokter, nadat mijn dokter had verteld van, Jeroa, je moet ibuprofen nemen. Nadat ik dat allemaal had meegemaakt, had ik nog steeds een paar weken daarna, na mijn bezoek, had ik nog steeds pijn in mijn grote teen. Dus wat deed ik? Ik belde weer naar mijn dokter. En ik werd weer in de wacht gezet. Ik was nu nummer 4. En ik kreeg de dokter aan de lijn. En de dokter zei van, Jeroa, je hoeft niet zo nodig naar de huisartsenpost. Je kan gewoon ibuprofen blijven slikken. Het komt vanzelf wel goed. En dit was niet het antwoord dat ik had verwacht. Snapt u me? Soms komen we bij God met onze ervaringen en met diezelfde verwachting van dat God ons weer tegemoet komt in hetgeen wat hij toen had gedaan. Maar weet je, God die kan ook iets anders gaan doen. En het is niet minder. Het is niet verkeerd. Het is alleen een andere manier. Een andere approach. Dus ik merkte voor mezelf van, oké, mijn verwachting is misschien dat ik hetzelfde antwoord wilde horen, maar de verwachting was anders geweest. En het antwoord was anders geweest. Als ik die houding had van, no worries. Maakt me helemaal niets uit. Wat de dokter me zou gaan vertellen, ik ontvang het. Het is goed, het is oké zo. Dus ik ben erachter gekomen van, wacht even. Wachten is verwachten. Verwachten is vertrouwen. Vertrouwen is geloven. En het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die je nog niet ziet. Hebreeën 11 vers 1. Man. Het wachten is dus verwachten. En let op. Wachten is niet iets passiefs. Wachten is actief. En als je in een wachtkamer binnenkomt, dan zie je verschillende mensen zitten met eenzelfde verwachting van mijn dokter komt eraan. Maar hun manier en hun expressie is verschillend met een buurman of die buurvrouw. Sommigen zitten in een telefoon te checken, weet je, te scrollen en ze lezen van alles wat er allemaal gebeurt in de wereld. Sommigen pakken een magazine en ze lezen en sommigen zijn stresserig aan het rondlopen. Want ze denken van, ik hoop maar dat het antwoord oké is. Mijn verwachting is daar wel, maar ik hoop dat het oké is. Hebreeën 11 vers 1 dus. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Wachten en verwachten. Verwachten en vertrouwen. Vertrouwen is geloven. En geloven is een zekerheid. Zekerheid. En ik ga u vertellen, als we kijken naar al die mensen die ons voor zijn gegaan. David die vertelde me een keer. Hij zei van die mensen die in de Bijbel beschreven staan. Ze zijn geschreven, ze staan beschreven om ons te inspireren. Om ons eigenlijk te bemoedigen en om ons eigenlijk te stretchen in hetgeen van, oké, Heer, wat u hebt gedaan voor hun en wat u hebt gedaan voor hun, dat kan u ook doen voor mij. Maar ik wil wel een verwachting hebben en een houding hebben dat het wel fit in hoe u het wilt doen in mijn leven. En als we ons gaan vergelijken met al die mensen, dan ga je erachter komen dat teleurstelling om de hoek komt en het klopt aan de deur van je hart. En het vraagt eigenlijk van, denk je nou echt dat God het op die manier gaat doen zoals het had gedaan bij die persoon? Denk je nou echt dat God het ook zou gaan doen bij jou? Maar als je die houding hebt van, Heer, ik verwacht het van u.
Want u weet wat ik nodig heb en u weet hoe ik het kan ontvangen en hoe ik het kan begrijpen, dan geloof ik echt dat we in een ontspannen wereld kunnen leven met God. Dan is daar geen druk, dan is daar geen vergelijking, maar dat is dan simpelweg inspiratie. Inspiratie dat je triggert van: Heer, come on, ik wil het ontvangen. Come on, Heer, ik wil het verwachten. Dit is mijn houding, Heer, come on, show yourself strong, come on. En als we kijken naar al die mensen, al die mannen en vrouwen in de Bijbel, en naar hun verhalen bekijken en geïnspireerd worden door al die geloofshelden. Helden die gefaald hebben, maar tegelijkertijd in Gods genade op zijn gaan staan. Helden die teleurgesteld waren in God, maar tegelijkertijd hun zichzelf vastklampten aan God. Want ze zeiden van: Heer, ik ga u niet loslaten. Ik weet dat u het gaat doen. Zijn voorbeelden voor ons. En niet alleen maar in de Bijbel, maar door de hele geschiedenis heen zijn daar geloofshelden uit de Bijbel, uit de geschiedenis. Grote voorbeelden die ons achterlieten met de mooiste lessen. Onze voorbeelden die ons vanuit het woord en met het woord van God ons eigenlijk de mooiste lessen meegaf. En eigenlijk gewoon lieten weten aan ons van: jongens, dit kunnen jullie leren en dit kunnen jullie meenemen, maar je zal het wel zelf moeten gaan ontwikkelen. Je zal het wel zelf moeten gaan ontwikkelen. Ik weet nog wel heel goed, mijn opa en mijn oma toen ze nog leefden, zijn Molukse mensen, zeiden ze altijd van: Jangalupa Tuhan Jesus, Jangalupa Berdoa en Jangalupa Pigereja. Vertaald: vergeet de Heer Jezus niet, vergeet niet te bidden en vergeet niet om naar de kerk te gaan. En ik neem het mee, niet alleen maar voor mezelf, maar ik wil het ook doorgeven aan mijn kinderen. En ik hoop en ik bid dat zij dat ook doorgeven aan hun kinderen. Maar dit is wel waarop ik verder bouw. Ik bouw op de schouders van hen die mij zijn voorgegaan. Ik bouw verder op mijn geloofshelden. Ik bouw verder op de voorbeelden die lessen achterlieten. Maar ook gewoon hele mooie, bijzondere, kostbare parels meegaven aan ons. Zodat wij dat mee kunnen nemen en door kunnen geven aan de volgende generatie. Jangalupa Tuhan Jesus. Jangalupa Berdoa. En Jangalupa Pi Gereja. En ik kom erachter van meer en meer. Van, weet je, wanneer we de Bijbel lezen. En wanneer je leest van Jesaja in Jesaja 8:17. Waarin hij zegt van: ik vertrouw op de Heer. Ik wacht op de Heer. Hij zal ons te hulp komen. Maar ook al verbergt hij zich nu. Dit is mijn statement. En de Bijbel zegt in het hele stuk. Vertelt de Bijbel ons van dat de geest van God tegen Jesaja zei van: Jesaja, als het volk gelooft in een samenswering, moet je er niet mee in meegaan. Je moet dat niet beamen. Als het volk in angst leeft, dan moet je dat niet beamen. Verlang naar het oprechte woord van God. Verlang naar die openbaring die God ons wilt geven. Verlang naar de kracht die God ons wilt geven. Verlang naar Hem. Verwacht het van Hem. En verwacht het niet van je buurman of je buurvrouw of van je voorbeelden om je heen. Maar verwacht het van mij. Verwacht het van God zelf, hoogst persoonlijk. En Jesaja die zei van: ja, inderdaad jongens. Ondanks dat we het gevoel hebben van dat God zich verbergt. Ondanks dat we het gevoel hebben dat God stil is aan de overkant. Ondanks dat we het gevoel hebben van dat God niet bezig is. Ondanks dat allemaal is dit wel mijn statement. Mijn hoop heb ik gevestigd op Hem. Ik vertrouw op Hem en ik wacht Hem. Ik wacht op Hem. Ik verwacht Hem. Ik verwacht mijn God. Mijn nichtje die zei een keertje tegen mijn zusje van: mam, de Bijbel spreekt er toch over van dat volwassen mensen moeten geloven zoals kinderen. En mijn zusje die vroeg aan haar van: oké, maar wat kunnen wij dan leren van jullie kinderen? Gewoon geloven wat de Bijbel ons zegt en ons leert. Gewoon geloven. En dat klinkt zo simpel. En dan zou je bewijzen van willen zeggen tegen mijn nichtje van: oh meisje, je moet nog zoveel dingen leren. Je hebt nog zoveel dingen nog niet meegemaakt. En je zult nog zoveel dingen ervaren. Je zult keihard op de bek gaan. Je zult keihard dingetjes mee gaan maken waarvan je denkt bij jezelf van: oh man, had ik dit nou niet moeten doen? Of zijn dit nou keuzes, consequenties van keuzes? Ze zegt gewoon heel simpel. Gewoon geloven wat de Bijbel ons leert. Gewoon geloven wat de Heer Jezus ons meegeeft. En dat is ook mijn boodschap naar jullie toe. Boodschap naar mij toe. Van: laten we God geloven.
Laten we God geloven van dat hij nog steeds God is. Laten we God geloven dat hij nog steeds de waymaker is. Laten we God geloven dat hij nog steeds je redder wilt zijn. Laten we God geloven dat hij nog steeds je genezer wilt zijn. Laten we God nog steeds geloven. Laten we geloven dat hij een verlosser wilt zijn. Laten we God geloven dat hij een vader wilt zijn. Laten we simpelweg geloven wat de Bijbel ons vertelt en wat de Bijbel ons leert. Laten we geloven. Ik zal wachten, want ik verwacht. Jesaja 40, vers 31. Waarschijnlijk een tekst die jullie allemaal wel kennen. Daar staat dan: want zij die de Heere verwachten, zij zullen vernieuwd worden in hun kracht. Ze zullen hun vleugels uitslaan en ze zullen opstijgen als arenden. Ze zullen rennen, maar zullen niet moe worden. Ze zullen lopen, maar zullen niet uitgeput raken. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. Zij die de Heere verwachten. Wie ben jij? En de Bijbel zegt in 1 Petrus 2 vers 9, zegt van: maar jullie zijn door God gekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk. Een koninkrijk van priesters. Jullie, wij zijn een koninkrijk van priesters. En we mogen weten van, als wij een koninkrijk zijn van priesters, dan mogen we weten dat we verbonden zijn met de hemel. En dan mogen we weten dat we mensen binnen mogen halen in het koninkrijk van Jezus Christus, waarin hij koning is. Maar wij mogen priesters zijn. We hebben het voorrecht om mensen dichter bij God te brengen. Om mensen in zijn aanwezigheid te brengen. Jij en ik, niet alleen maar die mensen die hier vooraan staan, niet alleen maar de mensen die de worship doen of prediken, maar jij en ik, de gelovigen, we zijn geroepen om mensen binnen te halen. Wat Reinhard Bonke zegt: laten we de hel gaan plunderen en de hemel bevolken. Dat is jouw taak, dat is onze taak. Om mensen dichter bij Jezus te brengen met die geweldige boodschap van genade. Amen. Hij is goed. Wij zijn dus nu priesters, een koninkrijk van priesters. Maar wie de Heere verwachten, zij die de Heere verwachten. We moeten wel de juiste Heer verwachten, oké? We moeten wel Jezus verwachten. We moeten Jezus blijven verwachten. De koning der koningen. De zoon van de allerhoogste God. De Heer der Heerscharen. De vriend die hier binnen is gekomen. En die ons liet zien van: hey, ik kom dichtbij. En ik ben niet van ver. Ik wil nog steeds jouw vriend zijn. Ondanks alles wat je hebt meegemaakt. Ondanks de shit die je hebt meegemaakt. Ik ben bij jou. Ik wil dicht bij jou zijn. Ik hou van jou en ik zal je nooit meer loslaten. Er is genade genoeg voor jou. We verwachten onze Heer. We verwachten onze Heer. En dan staat daar: en ze zullen hun kracht vernieuwen. En ik besefte me, toen ik het zo las, dacht ik van: oké, waarom vernieuwen dan? En ik kwam erachter dat wachten en verwachten best wel veel kracht zou kunnen kosten voor jou. Het kost en het vergt wat kracht. Je bent intens, ben je aan het verwachten. Er is een houding in jou van: oké, weet je wel, je bent misschien een beetje gespannen van: mijn dokter komt eraan. Of de promotie komt eraan. Of de zaken gaan open. En ik weet niet allemaal wat ik moet gaan doen, maar ik ben in verwachting. Dus het kost wat van jou. Er is wat voorbereiding daar. En ik merkte van mezelf van: daarom is de Bijbel zo duidelijk. De Bijbel zegt van: je zult vernieuwd worden in je kracht. Man. Wanneer wij het verwachten van de Heer, zal het misschien wel wat kosten van jou? Maar de belofte ligt daarvan: maar ondanks dat het wat kost van jou, zal je vernieuwd worden in je kracht. Je zult vernieuwd worden in je kracht. Ondanks dat je zoveel dingen doet. Ondanks dat je voorbereidt. Ondanks dat je je houding hebt van: oké, Heer, ik wil mezelf geven. Ondanks dat allemaal is daar die belofte dat het klaar ligt voor jou. Van: wanneer je verwacht van mij, zul je kracht vernieuwen. Zul je je kracht vernieuwen. Verwachten is iets actiefs en niet iets passiefs. Daarom is vernieuwing zo belangrijk. Want het is juist je nieuwe power. En dan staat daar: ze zullen hun vleugels uitslaan en opstijgen als arenden. Vleugels opslaan of uitslaan en opstijgen als arenden. En toen ik er zo mee bezig was, moest ik zo denken van: hey, Heer, zou het zo zijn dat wij nieuwe hoogtes kunnen bereiken met u? Zou het zo kunnen zijn van dat we kunnen vliegen? En ik had de indruk van dat God me wilde laten zien van: Jeroa, ik wil niet dat je aards gaat leven. Ik wil niet dat je een aards perspectief hebt. Ik wil niet dat je een visie zal hebben dat aards is. Ik wil je een hemelse visie geven. Ik wil je hemels perspectief geven. En juist voor de ondernemers onder ons. Ik spreek even heel specifiek naar jullie toe. Juist voor de ondernemers onder ons. Als je denkt bij jezelf van: ja, weet je, ik heb al mijn dromen heb ik eigenlijk los moeten laten. En ik weet niet zo goed hoe ik dit dan allemaal moet gaan doen. God die zegt van: ik ga je hemels perspectief geven.
Ik ga je hemelsvisie geven. Ik ga je hemelse creativiteit geven. Om het zo te gaan doen dat het succesvol zal zijn. Maar je moet het wel van mij verwachten. Je moet het van de Heere verwachten. Je moet het niet van die formule verwachten. Je moet het niet van die creatieve ideeën verwachten. Nee, je moet het van mij verwachten. Want als je het van mij verwacht, dan zul je je vleugels uitslaan. En je zult opstijgen als arenden. Je zult dingen gaan doen of dingen gaan zien wat niet helemaal mee zal gaan met hoe je het altijd hebt gedaan. Maar het zal iets nieuws zijn. Maar je moet het wel van mij verwachten. Verwacht het van de Heer. Verwacht het van de Heer. En er staat daar, ze zullen lopen, maar zullen niet afgemat worden. Ze zullen rennen en ze zullen niet moe worden. En ik merkte voor mezelf toen ik dit stuk zo las, dacht ik van, wow, wacht even. Is dit gewoon iets wat zich blijft herhalen? Is dit iets wat God ons juist wil laten zien? Van jongens, als je dit begrijpt en dit omarmt, dan zul je merken dat dit een herhalingsrecept is. Een herhalingsrecept. Want als jij het verwacht van de Heere, dan zul je kracht vernieuwd worden. Dan zal je kracht vernieuwd worden. Dan zul je op een gegeven moment je vleugels uitslaan en opstijgen als arenden. En je zult rennen, maar je zult niet moe worden. Je zult lopen, maar je zal niet afgemat worden. Maar zij die de Heere verwachten, ze zullen hun nieuwe krachten ontvangen. En ze zullen hun vleugels uitslaan en opstijgen als arenden. Ze zullen rennen, maar zullen niet moe worden. Ze zullen lopen, maar niet afgemat worden. Maar zij die de Heere verwachten, ze zullen nieuwe kracht ontvangen. Ze zullen hun vleugels uitslaan. En ze zullen opstijgen als arenden. Ze zullen rennen, maar worden niet moe. En ze zullen lopen, maar zullen niet afgemat worden. Zij... Een herhalingsrecept. En dan zou je misschien wel denken van, Jeroa, het is toch ook de realiteit dat we tegen burn-outs lopen? Het is toch ook de realiteit dat we op een gegeven moment geen kracht meer hebben? Nee. Ik snap dat je dat denkt en ik snap dat je het voelt. Maar dit is wel wat de Bijbel ons vertelt. Dit is wel wat de Bijbel ons leert. Zij die de Heere verwachten, ze zullen vernieuwd worden in hun krachten. Ze zullen hun vleugels uitslaan en opstijgen als arend. Ze zullen niet rennen of ze zullen rennen en worden niet moe. Ze zullen lopen, maar worden niet afgemat. Dit is wat de Bijbel ons vertelt. Dit is wat de Bijbel ons leert. Laten we gewoon geloven als gelovigen. Wachten. Want ik verwacht. Wachten, want ik verwacht. Ik heb geproefd van uw goedheid. En ik vertrouw op uw belofte. En hier eindig ik dan mee. Ik verwacht de Heer, maar ik accepteer wel dat hij niet altijd zal voldoen aan mijn eigen verwachtingen. Hij zal niet altijd voldoen aan mijn eigen verwachtingen. Jezus die kwam op een gegeven moment daar toen hij gestorven was en opstond uit de dood. Hij kwam op een gegeven moment daar bij zijn discipelen en hij vertelde hun wat verhalen over het koninkrijk. En dan staat er op een gegeven moment van dat de discipelen hem vroegen van, Jezus, is het nou zo waar dat u zal gaan heersen? Is het waar dat wij van die onderdrukking van de Romeinen weg zullen gaan? Is het dan waar dat we bevrijding zullen ervaren? Is het nou waar dat we vrijheid zullen krijgen? En Jezus zei van, het is niet aan jullie. Het is niet aan jullie. Maar jullie moeten wachten op de Heilige Geest. En weet je wat ik geloof? Is van dat wanneer we een juiste houding hebben naar God toe, als kinderen, als gelovigen, wanneer wij zeggen van, Heer, ik geloof in u. Ik wacht op u en ik verwacht u. Heer, dit is wie ik ben. Dit is wat ik heb gedaan. Dit is waar ik naar verlang. Heer, zou het dan zo kunnen zijn dat het zou overeenkomen met het verlangen dat ik heb? En als het niet overeenkomt met het verlangen dat ik heb, dan maakt het me ook niet zo heel veel uit. Wat ik, mijn diepste verlangen, mijn intense verlangen is dat ik met u leef. Is dat ik met u wandel en dat u bij mij zal zijn. Heer, ik verlang naar u. Zij die de Heere verwachten. De Heere verwachten. Laten we verwachten. Laten we onze verwachting hebben in die ene persoon, Jezus Christus. En dat is wat er dan gebeurt. Het water dat in aanraking komt met een roze kreppapier, dat verandert. Niet zozeer omdat ik er heel wat aan gedaan heb. Niet zozeer dat ik er met mijn handen in heb gestopt. Maar het verandert gewoon omdat het gewoon een gevolg is van het papiertje in het water. Ik wacht, want ik verwacht dat het wel zal gaan kleuren. En wat je dan uiteindelijk ziet is dit. En dat is het leuke.
Dat is het mooie bij God. Want als je hem toelaat en beseft van... ik kan er eigenlijk helemaal niet veel aan doen. Dit is wie ik ben, Heer. Het enige wat ik kan doen is geloven in u. Is u ontvangen als mijn Heer. En de Bijbel zegt dan van... als je met je hart gelooft dat hij... Dat Jezus de Zoon van God is. En als je met je mond beleidt van... Hè, dat hij opgestaan is uit de dood. Dan is dit het gevolg. Je mag nieuw leven ontvangen. En je hebt er niks aan gedaan. Jezus heeft alles gedaan. Hij heeft alles gedaan. Het enige wat wij mogen doen is ontvangen. En wanneer je dit zo mee hebt gekeken... en wanneer je naar me geluisterd hebt... en je denkt van... Jero, ik wil mijn leven geven aan Jezus. Ik wil... beleiden van dat hij Heer is. Ik wil geloven met mijn hart dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Ik wil het geloven en ik wil geloven van dat leven ook voor mij geldt. En ik wil het ontvangen. Dan is dit jouw moment om samen met mij naar God toe te gaan. En te zeggen tegen God van Heer, ik heb u nodig. Ik kan er niet veel van, maar beïnvloed mij, Heer. Kom binnen in mijn leven. En beïnvloed mij. Vernieuw mij. Versterk mij. En geef me het leven dat ik nodig heb. Als je dat wil, dan mag je me nabidden. Oké? Okay? Heel simpel. Heer Jezus, ik geloof in u. Ik geloof dat u stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Ik geloof dat u het leven hebt voor mij. En ik geloof dat de toekomst die u hebt voor mij hoopvol is. Niet alleen maar hier op aarde, maar straks ook in eeuwigheid. Ik geloof het en ik ontvang het. Ik ontvang nieuw leven. Redding en kracht in Jezus naam. Amen. Amen. En om dit te versterken, gaan we met z'n allen, als Redemption Church Nederland en Global, gaan we met z'n allen het brood en de wijn, zijn lichaam en zijn bloed tot ons nemen. Niet zozeer omdat het hoort, maar gewoon simpelweg omdat we geloven van, hey, dit is zo van belang. Jezus heeft dit meegegeven aan zijn discipelen. En hij heeft u verteld van, jongens, wanneer jullie samenkomen, doe dat dit om mij te gedenken. Om stil te staan bij het volbrachte werk van Jezus. Opdat we daardoor weten van, Heer, het beste ligt voor mij. En ik ga het omarmen door het kruis te ontvangen en het volbrachte werk van Jezus te erkennen. Alright? Het brood van Jezus, het lichaam van Jezus, laat het tot ons nemen. Het gebroken lichaam van Jezus is er nu. Het gebroken lichaam heeft voor genezing gezorgd. Herstel gezorgd. Het is beschikbaar. Het bloed van Jezus, daardoor kunnen we nu zeggen... het oude is voorbij en ik omarm het nieuwe leven. Door het bloed van Jezus kan ik nu zeggen... ik ben een kind van God. Door het bloed van Jezus erken ik dat het offer van Jezus genoeg is... om mij te verlossen van zonde en dood. Bloed van Jezus. Yes. Oké. Okay. Wanneer je informatie wilt, wanneer je connectie wilt hebben met Redemption Church, dan kan je ten alle tijden kan je ze mailen en ze gaan binnenkort gaan we open en dan gaat het weer zo. Gebeurde dat we weer connecten met elkaar. Maar voordat je het gaat doen, als je je leven hebt gegeven aan Jezus... mail het ons, laat het ons weten. Laat het Redemption weten, zodat we je verder kunnen helpen. Om juist niet alleen maar te beginnen bij... Okay, weet je, ik ben nu een kind van God en that's it. Nee. We willen je verder brengen. Zodat je een discipel wordt van Jezus. Zodat je weet wie je bent en van wie je bent. Alright? Ik ga een zegen uitbidden voor jullie. En dan sluit ik daarna gewoon verder af. Alright? Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht en zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Redemption Church Global, God zegen en we zien elkaar snel weer. Blessings. Wauw, dankjewel Jeroa voor deze fantastische boodschap.
Ik ben erdoor gezegend. Ik hoop dat jij thuis er ook door bent gezegend. We gaan nog niet afronden. We zijn bijna aan het einde van de samenkomst. Maar we hebben nog iets heel bijzonders voor je. Namelijk het moment dat jij mag gaan geven. De Bijbel zegt daar een heleboel dingen over. Maar onder andere in 2 Korintiërs het volgende. Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij en zij dat dan van harte geven zonder tegenzin of dwang. Gaaf, hè, dat de Heer het mooiste wat hij heeft gegeven aan de mens is de vrije wil. De vrije wil om voor hem te kiezen, maar ook de vrije wil om aan hem te geven. Ook vandaag dus. Dus we willen je van harte uitnodigen. Niet met dwang, niet met een soort van tegenzin, niet met een soort van overtuigingskracht. Nee, jij mag vandaag besluiten, Heer, dank u wel, mijn leven is van u en ik wil ook aan u geven. Nou, hoe je kan geven, dat ga je nu op dit moment hieronder in beeld zien. Je kan een QR-code scannen met je telefoon. Je kan naar de website toe gaan om het via die manier te regelen. Maar weet dat je van harte bent uitgenodigd om met een blijmoedig hart te geven aan de Heer die zijn leven voor jou gaf. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King.